Als u slokdarmkanker heeft en een operatie moet ondergaan, is het belangrijk dat u goed voorbereid dit traject ingaat. U kunt een slokdarmoperatie vergelijken met het afleggen van een halve marathon. Het is daarom belangrijk dat u vooraf zo fit mogelijk en goed voorbereid hieraan begint. Daardoor bent u ook sterker na de operatie. Want hoe fitter u de operatie ingaat, des te beter het herstel en verloop van eventuele complicaties. Hiervoor heeft u bijvoorbeeld niet alleen vroegtijdig contact met een fysiotherapeut en diëtiste, maar kijken we ook naar eventuele medicatieaanpassingen. Zorgen we dat u de juiste informatie krijgt en vindt er een pre-operatief voorbereidingsgesprek plaats met de anesthesist. Dit traject noemen we het Prepare-programma. Tijdens de operatie wordt een deel van de slokdarm, een deel van de maag en de lymfeklieren rond de tumor weggenomen. Van de maag die overblijft, wordt een nieuwe slokdarm gemaakt. Ook wel een buismaag genoemd. Deze buismaag wordt aangesloten op de rest van de slokdarm. Als u na de operatie wakker wordt, heeft u allerlei drains. Wanneer er geen grote complicaties optreden, kunnen deze hulpmiddelen snel verwijderd worden. De belangrijkste complicaties die kunnen optreden zijn longproblemen, zoals een longontsteking of lekkage van de aansluiting. U krijgt tijdens de opname een versneld herstelprogramma aangeboden om de kans op deze complicaties zoveel mogelijk te verminderen. Dit houdt in dat u zo snel mogelijk weer gaat bewegen, uit bed gaat en een speciaal dieet verrijkt met eiwitten krijgt. Wanneer alles goed verloopt, kunt u meestal na ongeveer 5 dagen naar huis. Daar kunt u verder herstellen. Uiteraard houden we contact om u zo goed mogelijk te begeleiden. Het hebben van een buismaag vergt de nodige aanpassingen, met name van uw eetpatroon. In een andere video geven we advies over hoe u daar het beste mee om kan gaan. Mocht u vragen hebben over deze behandeling, dan kunt u contact opnemen met de Polykliniek Oncologie. 040 239 9111